Maar ik roep op om te investeren in alle mobiliteiten, ook de auto. Nou, we hebben bijvoorbeeld de Vianlaan genoemd. Daar heeft mevrouw Van Doorn het over veilig fietsen. Nou, dat is het daar niet. Het is een hele onveilige situatie. Ja, mijn partij zegt, probeer daar nou die belangrijke verkeersader, behorend tot het centrumring, probeer die te ondertunnelen, dat je bovengronds, en dat moet mevrouw Van Doorn aanspreken, kan vergroenen. Maar laten we wel realistisch zijn, zo'n provincieonderzoek wat de heer De Mos aanhaalt, dat snap ik wel. Want op het platteland zit het ook heel anders dan in zo'n grote stad als Den Haag. We zijn de derde stad. We zijn ja, maar er zit nog heel veel platteland in deze provincie, hoor. Maar we zijn wel de derde stad. We wonen hier met heel veel mensen bij elkaar. Dus we moeten hier een ander beleid voeren op mobiliteit dan in de hele provincie. En ik denk echt dat als je niet aan een snelweg wil wonen en niet aan een parkeerplaats wil wonen, maar in een stad waar het fijn is om te verblijven, waar groen is, waar buitenspeelplekken zijn, waar bankjes zijn, dan moet je niet telkens meer wegen willen aanleggen, maar dan moet je ervoor zorgen dat mensen een keuze hebben om op een andere manier die korte afstanden te doen.